Haarlemse band Hunk won in maart de Rob Agda Award. Nu staan ze op 5 mei als openingsact op Bevrijdingspop in de provincie Hoofdstad. Ik ben Vic Ament, ik ben 15 jaar oud en ik speel basgitaar bij de band Hunk. Ik ben Joan, ik ben 12 jaar en ik zing en ik doe alsof ik gitaar speel in Hunk. Ik ben Guus, ik doe de drums en ik schrijf soms liedjes mee. Ik ben Noah en ik speel toetsen. Hallo, ik ben Rasmus en ik speel echt gitaar. Waarin onderscheidt Hunk zich volgens zangeres Joan van andere bands? Wat het voor mij anders maakt, is dat het gewoon echt... Ik kan 100% mezelf zijn bij Hunk op het podium. En er is wel eens gezegd van, ja, ik zie geen verschil tussen jou en in het echt en tussen jou op het podium. En dat is eigenlijk precies hoe ik het wil, want ik kan best wel vastzitten in dingen op een specifieke manier willen doen. Terwijl je kan niet alles plannen. Op het podium probeer ik dat los te laten en gewoon te leven in het moment. En niet zo kritisch te zijn op alles wat je denkt of alles wat je doet. En ik wil ook heel graag dat het publiek dat gevoel heeft. Dat je in het publiek staat en dat je denkt, nou, ik ga gewoon genieten nu. En dat je even alles loslaat. Uit je hoofd. De schaamte ook van jezelf zijn loslaat. Dat je gewoon los kan komen. Ja, dat klinkt als drugs. Ja, muziek kan soms een beetje zo voelen, ja. Ik denk dat wij hard zijn, maar ook zacht. En dat we heel toegankelijk zijn. En dat mensen de liedjes heel makkelijk kunnen onthouden. Dat denk ik. Dat is mooi, toch? Ja. Om hun optreden op Bevrijdingspop te promoten, trekt de band door Haarlem om stickers te plakken en flyers uit te delen. Zo, dat is weer een sticker. Helpt het, denk je? Ik denk het wel. Ja? Hoe meer, hoe beter, denk ik. Ik denk als je heel weinig doet, dat niemand het opvalt, maar als je er 500 doet... Ja, dan denk je zo van, hé, Hunk, wat is dat? Precies. Ja, jullie staan als opener, hè, op Bevrijdingspop. Ja, als opener. Ja. Ben je dan bang dat er niemand komt, toch? Ja. Ja, maar echt. Want na ons speelt Kraantje Papi en dat is natuurlijk heel leuk voor heel veel mensen. En dan denken mensen, Hunk, wie is Hunk? Ja, en dat zijn wij. En dat proberen we nu een beetje duidelijk te maken van. Ja. Met flyers en posters. Want we zijn wel heel leuk, maar dat nog niet heel veel mensen weten dat. Mm-hmm. Maar ik heb mensen ook moeten gewoon een uurtje vroeger komen. Een uurtje vroeger. En ook iedereen die ik het zeg van, ja, we spelen om 1 uur. 1 uur! Dat is echt heel vroeg. En ik zo, ja, maar... Ja, lekker. Je kan de hele dag vrijheid vieren. Dit is eigenlijk de eerste keer voor ons dat we op zo'n groot podium mogen spelen. Jij mag er ook eentje. We zijn dus een beetje bang dat er heel weinig mensen zijn. Dus ik dacht, misschien kunnen we wat mensen vinden in de stad die het leuk vinden om te komen. Ja, ik kom sowieso wel. Ook een goed vriendengroep voor mij gewoon. Oké, superleuk. Ik hoop dan dat jullie er om 1 uur zijn. Nou, die heb je binnen, denk ik. Nou, ja, misschien. Met de vriendenclub. Ja, dat is waar. Bevrijdingspop is om de vrijheid te vieren. Wat hebben de bandleden met het thema vrijheid? Vrijheid is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Dus ik vind het heel belangrijk om daarbij stil te staan. Met z'n allen. Ik ben best wel bezig wat er nu met Palestina gebeurt. Wat er allemaal gaande is. Dat kan echt niet door de beugel. Daar is weinig vrijheid, hè? Ja. In Gazastrook. Voor mij is dat is helemaal een verschrikking daar. Hetzelfde met Oekraïne natuurlijk, dat is ook een chaos. Het is altijd al zo geweest dat er overal in de wereld of ergens in de wereld is altijd wel wat geweest. Maar nu komt het ook best wel dichtbij. Dat het voor iedereen weer even een moment is om stil te staan bij het feit dat het niet overal zo is zoals hier. Als we de vrijheid hebben, waarom zouden we het niet vieren? Ja, dat we überhaupt een dag hebben dat we zo'n festival organiseren om de vrijheid te vieren, is echt al heel speciaal, vind ik. En ik denk dat het in de rest van de wereld helemaal niet is. Dus ik sta er wel steeds meer bij stil de laatste tijd. Ja. Ja. Het belangrijkste vind ik eigenlijk het vieren dat we daar op dat moment met z'n allen zijn en dat zoiets kan en dat dat echt super mooi is. Ja. En dan liefst een vol veld. Het liefst met veel mensen, maar ook samen en de muziek. En dat doe ik denk ik meestal wel door gewoon vrolijk te zijn en te hopen dat we met z'n allen vrolijk kunnen zijn. Hoe simpel dat ook misschien klinkt. Maar, ja. Hunk staat dus komende zondag om 1 uur op Bevrijdingspop in Haarlem.